In de eerste plaats ben ik dus natuurlijk heel erg blij met de aanbreng van deze nieuwe leden. Omdat het is heel simpel, we horen weinig van onze leden. Daarnaast moeten we ook duidelijk zijn dat het zijn geen leden, het is geen voetbalclub. Het zijn mede-eigenaren in een vereniging. We zijn een coöperatief, dus de leden eigenlijk zijn eigenaren van de coöperatief en hebben voldoende stemming. Ze mogen natuurlijk, het is hun recht om het bestuur aan te spreken. Dus met andere woorden, ik ben persoonlijk heel erg blij met hun aanbreng en we gaan eraan werken. En ik hoop dat ze dus niet alleen een eenzijdige aanwending is, maar dat het ook, dat ze ook vervolg gaan geven aan meer stabiliteit en samenwerking met onze organisatie. Hun organisatie, want het is onze organisatie, het is hun organisatie. Daarnaast is Creaboon dus eigenlijk een inkoper voor de veevoer. Er zijn natuurlijk uiteraard wat problemen geweest met de aanvoer van voorraad. Dat helemaal te wijten was aan de zeeschepen die laat aankomen. Met het hele, vooral eind van het jaar, toen het probleem zich begon voor te doen in Nederland met de containerschepen, zijn die schepen dus gewoon te laat aangekomen. En zodoende, wij proberen het bij elkaar te houden, want ik kan niet te veel voorraad aanslaan, omdat de goederen bederven. Ja. En dan na 2 maanden, 3 maanden, ik kan geen 3 maanden voorraad houden hier. Er komen beestjes binnen en noem maar op wat er allemaal hier in. We zitten in de tropen. En bovendien, in de maanden november, december, januari, februari hebben we, als je spullen in een container bewaart, een enorme temperatuurverschillen. De temperatuur kan 's middags 1 uur, 2 uur, en met de hete zon oplopen tot bijna 50 graden. Terwijl in de avonduren, in de nachturen, de temperatuur 21, 20 graden is. Ik heb op mijn konoko hier 19 graden gemeten. Nou, de meeste airco-kamers hebben geen 19 graden. Dat haal je niet. De leden hadden ook in hun brief hadden ze ook klaagden over wegen die naar de konoko gaan. Watermolens en zo. Wat kunnen jullie hiermee doen? Nou, het is heel eenvoudig. De wegen zijn van het eilandgebied. Daar hebben we geen zeggenschap over. We kunnen natuurlijk misschien wel gaan zeuren, maar je moet wel iets concreets mee komen. Ja? De windmolens, de putmolens, die zijn niet van ons, die zijn van de regering. Dit zijn spullen van het eilandgebied. En zomaar mag een derde niet aan iemand zijn molen komen en reparaties uitvoeren. Er zijn reparaties uitgevoerd in opdracht van het eilandgebied. En hun zijn de eigenaren, die mogen doen en laten wat ze willen ermee. Natuurlijk kan de federatie iets doen als jullie coöperatief, als jullie samenkomen tot met de leden en kunnen jullie dan daarna wel naar die overheid gaan praten. Ja, ik denk het wel. Zelf persoonlijk, toen het dus de nieuwe grondbeleid uit is gekomen, heb ik mij echt mijn stoute schoentjes aangetrokken en ik heb een speech van zeker een half uur gevoerd in het Eilands Bestuurscollege. En iedereen keek me aan alsof ik een spook was. Maar ja, ze drukken het door, het gaat door. En de nieuwe wetgeving is behoorlijk pijnlijk in de toekomst. Ze hebben een brief gestuurd. Wat wordt uw antwoord hierop? Nou, de basis van de brief is dus dat deze groep wil een algemene ledenvergadering. Nou, die stond al op de agenda van 5 maart. Dat wij dus een algemene ledenvergadering zullen houden. Binnen in de algemene ledenvergadering is niet alleen de mogelijkheid, maar het is vastgesteld dat je dus een nieuwe bestuur kiest. Ik hoop dat deze mensen die al deze dingen willen doen en deze brief willen behandelen enzovoort, dat ze zich ook kandidaat stellen om in bestuurslid te gaan. Want er is veel werk te doen. Er is heel veel werk, ja, er is heel veel werk. Maar wij werken als vrijwilligers. En daar zijn niet veel mensen voor te vinden.